Het oogsten van gerbraas is een arbeidsintensief proces en geschikt personeel vinden wordt steeds moeilijker en steeds schaarser. Daarom zijn we samen met de gewascoöperatie begonnen met de ontwikkeling van een oogstrobot voor gerbraas. Daar hebben we eerst gekeken naar hoe het oogstproces eruit ziet en wat er allemaal wel en niet in het gewas kan. En daarbij zijn we uitgekomen op het knippen van de stelen in plaats van het huidige plukken. Daarvoor hebben we eerst gekeken van hoe zijn de bepaalde handelingen die we kunnen uitvoeren op basis van sensorinformatie en dat te vertalen naar mechanische componenten. Dat heeft uiteindelijk toe geleid dat we die robot hebben gemaakt en de hele oogst verloopt in verschillende stappen. Het eerste is het herkennen en detecteren van de bloemen zelf in het gewas met de rijpheid die daarbij hoort. Vervolgens het benaderen en het grijpen van de stelen. Het afdalen en het oogsten en vervolgens het afleggen. Nou, we hebben dan vooral gekeken naar de oogst zelf en niet naar het verdere transportmechanisme. Dus op dit moment is het een semi-autonoom systeem wat uiteindelijk opgeschaald kan worden naar een commercieel product. We maken gebruik van een combinatie van twee type camera's. Een 3D-camera en een hoge resolutie kleurencamera. Om de positie en de exacte locatie van de bloemen vast te stellen. En daarnaast hebben we nog een set met twee zijcamera's die vanaf de zijkant kijken naar eventuele obstakels, zoals knoppen, die in de buurt van deze bloemen zitten. Met behulp van deze obstakelinformatie wordt de optimale aanvliegroute bepaald om de rijpe bloem te benaderen zonder het gewas te beschadigen. Camera-analyses draaien continu, aangezien de scène natuurlijk tussendoor kan veranderen. Met behulp van artificiële intelligentie bepalen we waar de knoppen en de bloemen zitten. Daarnaast gebruiken we dit ook om de rijpheid van de bloem te bepalen en te bepalen welke bloem we gaan benaderen. Vervolgens wordt deze informatie door het Robot Operating System omgezet om de robot aan te sturen naar de gewenste bloem. Als een mens een gerbera oogsten, dan maken ze heel handig gebruik van de lange stengel. Ze benaderen met de hand de stengel, dan dalen ze af, zodat ze met een zachte draai- en trekbeweging de bloem los kunnen halen. En zo komt de bloem helemaal aan de onderkant van de plant netjes los. Tijdens het ontwikkelen van de grippen hebben we heel goed gekeken naar de subtiele tussenstappen die daar juist in plaatsvinden. En van al die stappen hebben we een lijst gemaakt en dan zie je dat de grippen toch best wel heel veel dingen moet gaan doen. Het lijkt heel eenvoudig om met een robot een gerbera te oogsten, maar juist die lange stengel brengt ook wel uitdagingen. Hij beweegt heel makkelijk weg. En er is maar weinig ruimte tussen de stengels voor de robot om hem vast te kunnen pakken. Zo hebben wij in de robot ook gebruik gemaakt van een compact mechanisme om eerst die stengel te benaderen, net als hoe vingers dat doen. En daarna brengen we het grotere mechanisme in de buurt. Vervolgens maken we, net als de mens, handig gebruik van de stengel door de knipper langs de stengel af te laten dalen. En de uitdaging was om die knipper vervolgens ook echt zo klein te krijgen dat die heel diep onderin het gewas kan komen zonder de plant te beschadigen. Met dit prototype van de oogstrobot hebben we aangetoond dat het mogelijk is om gerbera's met een robot te oogsten zonder dat het gewas daar schade van ondervindt. En met de manier waarop de gripper nu de gerbera's oogst, is het zelfs mogelijk om de cyclustijd nog verder te verlagen. En we denken daarom dat het mogelijk is om samen met de telers en de machinebouwer de robot verder te ontwikkelen tot een marktrijp product.